Yo gasten van YouTube, ik ben Mitchell met vandaag weer een nieuwe vlog. Het is lang geleden dat ik een weekoverzicht heb gevlogd, dus het is voor mij ook weer inkomen, bla bla bla. Ik heb hier trouwens wel een heerlijke smoothie omdat we een blender hebben gekregen. Ik heb zin om Call of Duty Black Ops 2 op te nemen. Zoals je hier ziet staat mijn setting al ongeveer klaar. En ja, dat ga ik dus even lekker doen vandaag, wat opnemen. Ik ga vanmiddag ook met Simon opnemen, ik ga wat editen. En ja, dat dus. Ik check jullie zo weer. Oké, ik probeer dus nu eigenlijk te vloggen met mijn frontcamera. Dat is veel makkelijker. En ik kijk nu wel steeds naar het schermpje daar zo, omdat ik mezelf zie. Maar ik moet natuurlijk gewoon in de lens kijken. En dat doe ik dan ook bij deze. Dit is veel makkelijker filmen, want ik kwam er net achter toen ik met de andere kant, zeg maar, van mijn iPhone filmde, dat die veel te ver ingezoomd is. Dus ik ga denk ik voortaan gewoon met mijn frontcamera vloggen. Dit is ook redelijke kwaliteit en het ziet er gewoon prima uit. Ik check jullie zo weer. Inmiddels is het alweer 11:45 s'avonds. Ik ben morgen ook nog vrij. En de vakantie was normaal natuurlijk vandaag afgelopen. Alleen, ik heb nog vakantie tot woensdag. Woensdag moet ik weer naar school. Dus ik heb geluk. Ik ga morgen wat video's opnemen voor jullie. Nog meer wat editen en zo. Ik kijk nu de stream van Simpel Genoeg van Joey. Abonneer op zijn kanaal. Een super tof kanaal trouwens. En ja, dat is eigenlijk hoe ik een beetje mijn dag aan het doorbrengen ben. Ik check jullie morgen eigenlijk weer. Maar dat is voor jullie binnen een paar seconden. Dus ik check jullie zo weer. Oké, dinsdag is aangebroken. En zoals jullie gisteren hebben gezien, had ik een smoothie. En ik heb nu weer een smoothie. Hier, een smoothie. Ik moet hem alleen in een glas gooien. En ik kijk steeds naar mezelf. Maar dat is vet hinderlijk eigenlijk. En het is wennen met zo'n ding vloggen. Hoi mama op de achtergrond. Hoi. Nou, ik ga het lekker in een glas gooien. Laat ik dat maar even gaan doen dan. Het is helemaal dikke trap. Kijk. En dan zit er nog een klein beetje in. Dan gooien jullie zo lekker bij, denk ik. Ik ga genieten van mijn smoothie. Ik ga rond 1:00 of 3:00 naar buiten. En ja, dan check ik jullie zo weer. Oké, ik zit op de fiets met Bertje. Ik kijk automatisch gewoon naar mezelf. Dit is echt kut. En ik ben gewend dat aan de andere kant het cameraatje zit. Maar ik heb nu mijn mobiel omgedraaid. Omdat het bleek dat ik op zijn kop opnam. Nou, we zijn onderweg naar Oosterhof. Dat is een redelijk groot winkelcentrum hier in de buurt. En mijn handen vriezen, jongen. Ja. Ben je net in de Bruna? Heeft hij even een boek gekocht? Kom je Humberto Tan tegen? Ja, kijk, dat boek heeft gekocht. Kom je opeens Humberto Tan tegen? Nou, ik heb hem zelf met hem gemaakt. Hij staat nu in beeld. Nou ja, dan kom je dat gewoon tegen, weet je wel. Dat is best wel apart dat je zo iemand tegenkomt in een winkel. Grapje, het is gewoon een kwart op een ding. Nou ja, in ieder geval, ik heb lekkere iced tea. En ja, ik ga dadelijk naar huis, lekker wat video's editen, lekker skypen. En dan, dan check ik jullie zo weer. Oké, dit is eventjes een testje om te kijken of je me nu wel hoort. Waarschijnlijk wel. Waarschijnlijk had ik net mijn microfoon gemute en zo. En nou, het is eigenlijk geen testje meer. Ik had net dus mijn microfoon gemute van mijn iPhone. En waardoor ik dus geen vlogbeelden mee op kon nemen. En dat is pittig kut als je aan het vloggen bent. Dus nu kom ik 2 of 3 stukjes tekort, dat weet ik niet eens. In ieder geval, mijn schooldagje zit erop. En ik had alleen een rondleiding. Ik was om 11:30 thuis. En toen ben ik gaan editen. Hier zo aan de video van vrijdag. Van vorige week. Dus ja, dat heb ik gedaan. In ieder geval, ik check jullie zo weer. Oké, ik ben er weer. Het is de volgende dag inmiddels. Het is vandaag donderdag. Jullie zien mij een beetje pixelig omdat het donker is. En omdat het licht aan staat. En dan krijg je een beetje pixelige beelden. Met de frontcamera. Maar de camera aan de achterkant is een beetje kut om mee te vloggen, vind ik persoonlijk. Ik moet mijn bed eventjes opmaken, mijn tas inpakken. En dan ben ik klaar voor school. En dan ga ik naar school toe. Dus dat is wat ik ga doen vandaag. Wat hebben jullie gedaan deze week? Ik ben best wel benieuwd. Laat het achter in de reacties. In ieder geval, ik check jullie zo weer. Dit is de eerste echte schooldag met les van het jaar eigenlijk. Ik ga lekker mijn schooldagje beleven. Nou, lekker, wat je lekker kan doen. Ik ben lekker. En ja, ik check jullie zo weer. Oké. Shirelle gaat het in mijn mond gooien, mensen. Dus een stukje koek. Kijk of het gaat lukken. Een beetje meer naar jou. Dat was geen! Maak het niet uit. Hé, hey, dit eet niet, hè. Dit eet niet. Maakt niet uit. Kill. Ik ben alweer een tijdje terug uit school. Nou ja, een tijdje. Ik ben denk ik een half uurtje terug van school ongeveer. En ik heb mijn honden uitgelaten en het regent echt enorm hard. En het is vochtig koud of hoe noemen ze dat? Waterkoud. Waterkoud, dat was het. Nou, ik ga een pizza in de oven doen. Een pizza margarita zit toch? Ja, er zit een leuk verhaaltje bij. Ik moest van mijn moeder 3 pizza's...
diepvriespizza's kopen. En ja, ik pak er 3 pakketjes, zeg maar 3 boxjes ervan. Blijkt het dat er 3 per box in zitten, dus hadden we 6 te veel. Ja, we hadden de 6 te veel, dus we hadden de 9. En die 6 heb ik nu in de weken, in de weken terug, of hoe zeg je dat? In de afgelopen weken heb ik die opgemaakt. Ik ben echt een vreedzak, ik zweer het je. Nou ja, ik ga de pizza in de oven doen en ik check jullie zo weer. Oké, ik heb vandaag helemaal niks gevlogd. Het is vandaag vrijdag en ik ga nu lekker eten. Daarna ga ik naar mijn vader. Bij mijn vader ga ik heel veel video's editen, opnemen. Weet ik voor wat ik ga doen. Maar ik heb lekkere broccoli. Ik zeg elke keer bloemkool, maar het is broccoli. Ik heb lekkere broccoli, ik ga ervan genieten. En dan check ik jullie zo weer. Oké, het is vandaag zaterdag en je ziet het. Ik vlog van een stukje afstand. Hoe kan dat nou? Ik heb een selfie stok en dat is fucking chill vlog eigenlijk. En ja, ik check jullie zo weer. Oh ja, trouwens over de vorige vlogstukjes. Het was dus zo dat ik met mijn voorcamera had gefilmd. Er zijn 2 zwarte balken daar en dat wist ik niet. Dus vanaf nu film ik gewoon met mijn normale camera, zeg maar, van mijn iPhone. En ik hoop dat dit beter is, want ik had struggles omdat hij te ver ingezoomd stond. Ik moest nog wennen aan Apple. Maar als het goed is, komt dat nu helemaal goed. En ja, ik ben best wel benieuwd wat jullie ervan vinden van de kwaliteit. Laat achter in de reacties wat ik kan verbeteren aan mijn vlogs. Want ik denk wel dat ik wat dingen kan verbeteren. Nou ja, ik check jullie zo weer. Ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze vlog. Het is vandaag zondag. Ik heb niet veel gevlogd het afgelopen weekend. Ik heb super veel video's opgenomen, bewerkt. Weet ik veel wat ik allemaal heb gedaan. Ik kan wel zeggen dat de Skywars die maandag online is gekomen, ik dit weekend heb gemaakt. En daar zit fucking veel edit tijd in. Meer als ik had verwacht van een Minecraft video. Maar goed, dat dus. Morgen ga ik weer beginnen met vloggen. Van maandag tot zondag natuurlijk. Het is vandaag zondag, dus ik ga morgen weer beginnen met de vlog voor volgende week. En ja, ik wil jullie bedanken voor het kijken. Vonden jullie deze video nou leuk? Doe dan een blauw duimpje omhoog. Reageer wat je ervan vond. Abonneer als je dat nog niet gedaan hebt. En dan check ik jullie later. Yo!